Asbest. Iedereen kent het. Maar wat is het? Wat zijn de risico's? Waar ligt het nog? Welke rol speelt het in ons verleden? En vooral, hoe gaan we veilig en verantwoord naar een asbestvrij Nederland? Dit is mijn zoektocht naar de antwoorden. Dit is mijn boerderij. 100 jaar oud, 1,5 jaar geleden gekocht. Er zit een hartstikke mooie rieten kap op. Maar onder die rieten kap zit asbest. Kijk, en hier zit het. Asbestplaat. Het is over de hele lengte van de boerderij en ook aan de kopse kant. Het zit overal. Ben ik nu een gevaar voor de volksgezondheid? Vroeg ik mij af. Aan de ene kant heb je natuurlijk mensen die zeggen, ach, die regels zijn veel te streng. De asbestsaneerders zijn allemaal boeven die zoveel mogelijk geld uit je zak willen kloppen. Aan de andere kant zijn er mensen, nee, het is echt een groot risico. Elke vezel moet gesaneerd worden. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ik wil het wel weten. Dus ik ben er eens ingedoken in de wereld van het asbest. Nou, wat je dan tegenkomt, 25 jaar na verbod op asbest nog duizenden slachtoffers. Asbest aangetroffen in make-up. Asbestbranche houdt iedereen voor de gek. Ik word er niet echt wijzer van. Laat ik bij het begin beginnen. Wat is asbest nou eigenlijk? Wat misschien niet iedereen weet is dat asbest een mineraal is. Het zit gewoon in de grond. Niet bij ons, maar wel in grote hoeveelheden in met name Rusland, Canada, Zuid-Afrika. Het wordt gedolven in mijnen. Nog steeds, want deze beelden zijn recent gemaakt in Rusland, in de plaats asbest. Dit is de grootste asbestmijn ter wereld die nog in bedrijf is. Er zijn verschillende soorten asbest en elke soort heeft een eigen kleur en structuur. En de ene soort is gevaarlijker dan de andere. In Nederland hebben we vooral witte asbest gebruikt, chrysotiel. Die soort is relatief het minst gevaarlijk. Daarnaast heb je amfibolasbest, zoals blauwe asbest. Die is het gevaarlijkst, omdat het bestaat uit minuscule naalden. Maar waarom werd asbest nou zo populair? Dat komt doordat het een aantal hele gunstige eigenschappen heeft. De vezels zijn flexibel en sterk. Het is brandwerend, isolerend en slijtvast. Asbest is goedkoop, het is makkelijk te winnen en goed te verwerken in andere producten, zoals cement en textiel. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd het massaal verwerkt en gepromoot als het ideale materiaal. Zoals in dit Amerikaanse reclamefilmpje uit de jaren 50. This material, available in many types and colors, is not only attractive, but fireproof too. And designed for a lifetime of beauty. Kijk, dit is een broodrooster. Jaren 50, 60, hartstikke mooi modelletje. Hip bijna weer, maar het zit vol asbest. En dit. Dit zijn theedoeken met 20% asbestvezels erin. Gaan je glazen mooi van glimmen, dat wel. Hier hebben we een kindergasmasker uit de Tweede Wereldoorlog. En dit is het filter. Dat doe je hier aan en dan adem je daardoor. Maar dat filter zit vol asbest. Dit is een fornuisje, hartstikke leuk. Kunnen kinderen erop koken. Vol asbest. Dit is een ring met asbest erin. Gekocht laatste Koningsdag in Delft op een braderie. En dit is sneeuw. Sneeuw voor in de kerstboom. Lekker handig, brandt niet, want het is asbest. En dit is een warmhoutplaatje, zoals je oma er waarschijnlijk ook een had. En onder het verwarmingselementje zit asbest. Chockvol asbest. Asbest. Vol asbest. Asbest. Dit is een pakje Kent uit de jaren 50. Toen drong langzaam het idee door dat roken misschien wel slecht voor je kon zijn. En toen heeft Kent het revolutionaire Micronite filter bedacht. Your taste buds will tell you why you'll feel better about smoking with a taste of Kent. With Kent, your taste buds grow clear and alive because... Kent with the Micronite filter. En in dat filter zat blauw asbest. Dat is de gevaarlijkste soort. In de jaren 50 zijn ongeveer 12 miljard sigaretten met dat filter geproduceerd en opgerookt. We hebben dat asbest binnengehaald met open armen. Het is een fantastisch materiaal. Slijtvast, brandvertragend, goedkoop. Ik heb je net die gebruiksvoorwerpen laten zien. Maar het zat eigenlijk overal in de jaren 60. Verzorgingstehuis, appartementen, flats. En nu weten we niet hoe snel we er weer af moeten komen. En dus zijn we al jaren bezig met het saneren van al die asbest. Het is al verboden sinds 1993. Dat is 25 jaar.
Zo langzamerhand moet het probleem dus wel de wereld uit zijn, zou je zeggen. Of in elk geval ons land uit zijn. Helaas. Met dit ideale materiaal hebben we een sluipmoordenaar binnengehaald met een hele lange adem. De Haremaarsdijk Tromp. Ons schip. Bonne de Weert, geboren in 1958. Als dienstplichtig militair van 19 jaar koos hij voor het avontuur. Hij ging bij de marine. Ja, geweldige tijd. Ja, dan kom je via India, Indonesië, ja, dan reis je door. En ik ben gedoopt natuurlijk op de Evenaar. Neptunus kwam aan boord. Ik ben de gedoopte gestreepte zwaardvis. Ja, dit ben ik. Prachtige tijd. Leven hebben we daar gedaan, leven. Plezier gemaakt, hard gewerkt. Maar vooral geleefd. Geen spijt van? Nee, zelfs nu niet. Want die mooie tijd bij de marine kwam bij Bonne terug als een boemerang. In februari 2018 kreeg hij te horen dat hij asbestkanker heeft. Opgelopen bij de marine, 40 jaar geleden. Ik kwam eerst in Den Helder terecht. Daar heb ik mijn basisopleiding gevolgd. En toen ik dat af had gerond, toen werd ik geplaatst op de Haremaarsdijk Tromp. En dus de F801 en de geleide wapenfregat. En die lag in Vlissingen. Die lag daar in dok voor herstelwerkzaamheden. En daar is het gebeurd. En die mensen, ja, wij wisten natuurlijk dat niet. En ja, je loopt daar gewoon en, zonder enige bescherming of informatie. En iedereen liep daar, dus jij liep daar ook. En er werd ook echt hersteld, dus er was sprake van schuren? Ja, schuren, lassen en spuiten en alles. Dus ja. Dus dat moet het geweest zijn achteraf? Ja, dat is maar één ding. Ik heb anders nooit met asbest gewerkt, dus... Eerst dachten we dat ik een longontsteking had gehad. Vocht achter mijn longen weggehaald, maar daarna werd ik weer ziek. Benauwd, heel veel druk in de zij en ja, veel, ja, ik kon geen kant meer op van de pijn. Ik kom daar en dan vertelt hij in één minuut dat je ziek bent, dat je doodgaat, dat je 3 maanden tot 3 jaar hebt. Bonne is geen uitzondering. Nog steeds worden elk jaar honderden Nederlanders ziek door de asbest die ze ooit hebben ingeademd. Er zijn verschillende asbestgerelateerde ziekten. Asbestose kun je bijvoorbeeld krijgen als je langdurig en veel asbestvezels hebt ingeademd. En asbestose is eigenlijk vergelijkbaar met de stoflongen die de Limburgse mijnwerkers hier jaren geleden opliepen. Je kunt allerlei soorten longkanker krijgen van het inademen van asbest. Maar de meest verraderlijke en onherroepelijk dodelijke vorm is asbestkanker. Wat we bij Bonne zagen, mesotelioom. Asbestkanker kan voorkomen in het borstvlies, het longvlies of het buikvlies. Asbestvezels, in het echt natuurlijk veel kleiner dan we hier zien, worden ingeademd en komen via de luchtpijp in je longen terecht. De luchtpijp vertakt zich in je longen en aan het uiteinde van die vertakkingen zitten miljoenen longblaasjes. Die zorgen ervoor dat de zuurstof die je inademt in je bloed terechtkomt. De asbestvezels landen in het tere weefsel van de longblaasjes. Als ze door de longblaasjes dringen, komen ze via het longvlies terecht in het borstvlies. En daar kunnen ze jaren blijven zitten zonder dat je er iets van merkt. Elke keer als je ademhaalt, zet je long uit en komt in aanraking met de asbestvezels in het borstvlies. Het gebied rondom de vezels kan daardoor geïrriteerd raken en chronisch gaan ontsteken, maar ook dat voel je niet. Doordat ze voortdurend geïrriteerd worden, gaan de cellen in je borstvlies muteren. Ze veranderen in kwaadaardige cellen die vocht gaan afscheiden. Dat hoopt zich op tussen je long en je borstvlies. Je long krijgt zo steeds minder ruimte om te bewegen, ook doordat de tumorcellen groeien. Voor het eerst merk je iets. Je wordt kortademig en je gaat hoesten. Maar dan is het al te laat. De meeste mensen met asbestkanker overlijden binnen 2 jaar. Genezing is niet mogelijk.
Elk jaar krijgen in ons land 500 tot 600 mensen hun doodsvonnis te horen. Asbestkanker. En dan tel ik alle andere asbestgerelateerde ziektes nog niet eens mee. 500 tot 600 doden door asbest. Dat is net zoveel als het aantal verkeersdoden in ons land. En dat had niet gehoeven als er eerder maatregelen waren genomen. Want ga maar na, dat asbestverbod is nu 25 jaar oud. Maar dat asbest slecht voor je is, weten we al veel langer. Ik ben in Maastricht. Ik ga naar Bob Ruurs. Bob Ruurs is advocaat. Hij was senator voor de SP. En op dit moment is hij gedeputeerde van de provincie Limburg. Maar bovenal is hij een expert op het gebied van asbest en asbestwetgeving. Als letselschadeadvocaat stond hij meer dan 1000 asbestslachtoffers bij. Onder meer de oud-werknemers van Eterniet in Goor en hun nabestaanden. Meneer Ruurs, hoe kan het nou dat het zo lang geduurd heeft voordat dat asbestverbod er was in 1993? Ik denk dat het een combinatie is van de invloed van de asbestindustrie, want die had belang bij verkoop, en de macht van die industrie op de overheid. De overheid was in feite laks. De overheid begreep het probleem ook wel, dat zei de overheid ook, maar zei ze, de belang van de industrie is toch wel even iets belangrijker dan de gezondheid. Hoe deed de industrie dat? Een fantastische lobby. Echt, die was perfect. Ik zeg wel eens, Eterniet sliep op het ministerie. Die waren er altijd. En zeer effectief dus? Zeer effectief. Overal hadden ze hun mensen zitten en ze deden het prima. En waarom denkt u dat de overheid zich in die redenering mee liet nemen? Toch omdat het belang van de grote bedrijfsleven, daar hebben we het wel over, hè, grote belangrijke bedrijven, als Eterniet, maar ook andere bedrijven, die was, dat werd zwaarder gewogen bij de regering dan de volksgezondheid. Kunt u eens een voorbeeld geven van hoe dat in zijn werk ging? Die lobby en de reactie van de politiek destijds. Het grote moment was eigenlijk daar in 1969... toen de bedrijfsarts van het scheepswerf De Schelde, dokter Stumfius, een proefschrift uitbracht waarin hij aantoonde dat je van elke blootstelling aan asbest kanker kon krijgen. Dat was groot nieuws in die tijd, dat kan ik je beloven. Er stond alle stukken over in de krant, iedereen wist het. Kamervragen gesteld, kamerdebatten gevoerd. En toen zei de regering direct, ja, we gaan er iets aan doen. We gaan kijken hoe we het kunnen verbieden. En toen heeft het vervolgens nog hoeveel jaar geduurd? Toen heeft het nog bijna 25 jaar geduurd. Toen nog 25 jaar? Ja, toen nog 25 jaar. Terwijl alles bekend was. De gevaren waren bekend, de oorzaken waren bekend. En ook de oplossing was bekend. Gewoon een verbod. Hoeveel levens heeft het asbest nu inmiddels alles bij elkaar gekost? In ons land hebben wij het uitgerekend vanaf 1969. En dat zijn tot nu toe 15.000 mensen die aan asbestkanker zijn overleden. Dat is dan mesotheliome in een duur woord. Daarnaast zijn nog de mensen die asbestgerelateerde longkanker hebben. Dat is minstens nog hetzelfde aantal. En op dit moment zijn we dus bij mesotheliome aan een totaalcijfer van 15.000 ongeveer. En je ziet die aantallen jaarlijks oplopen, nog steeds. Vanaf 1969 stijgt het al maar. Mm-hmm. We zitten nu ongeveer op de top, schatten de deskundigen. Dan hebben we dus 15.000 gehad. En na vandaag komen er nog waarschijnlijk 15.000. Dus dit gaat ook nog eens een keer 25 jaar duren voordat de laatste asbestdode is gevallen? Ja, zeker. Dat weten we. Omdat komt ook omdat die asbest die vervelende eigenschap heeft. Dat als je nu het inademt, zit die vezel in je lijf. En dat kan tot een ziekte leiden, niet bij iedereen natuurlijk gelukkig, maar het kan tot een ziekte leiden. En dat die tijd die dan verstrijkt daartussen, dat noemen we de latentietijd, is gemiddeld 40 jaar. Dus met andere woorden, als ik nu timmerman was in de bouw en ik zou met asbest werken, loop ik de kans dat ik over 40 jaar ziek word. Het is toch verschrikkelijk dat eigenlijk door laksheid en financiële belangen er zoveel mensen zijn gestorven. Ja, en nog zullen sterven. Ja, zullen sterven. Het was een afweging tussen gezondheid en geld. En de overheid en de industrie hebben voor geld gekozen, niet voor de mensen. Dat is het antwoord. Het is echt verbijsterend om te horen hoe dat samenspel van industrie en politiek het verbod op asbest 25 jaar heeft tegengehouden. En dat dat duizenden mensenlevens heeft gekost. En dat er nu nog steeds 15.000 mensen zullen sterven aan de gevolgen van asbest. Sinds het jaar 2000 kunnen asbestslachtoffers zoals Bonne aankloppen bij het instituut Asbestslachtoffers. Dat helpt bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Die bedraagt in elk geval 20.000 euro van de overheid.
Naast deze tegemoetkoming van de overheid, zoals dat heet, is het asbestslachtoffers op zoek naar mogelijke werkgevers die nog bestaan en aansprakelijk gesteld kunnen worden, als daar tenminste een grond voor is. Dan stelt het bedrijf aansprakelijk en dan gaan wij tussen het slachtoffer en de werkgever of zijn verzekeraar gaan wij bemiddelen over een schadevergoeding. En dan zal blijken of daar inderdaad die juridische grondslag voor is. Dan wel dat het toch heel moeilijk te bewijzen valt. En dan blijft het slachtoffer alleen staan met de tegemoetkoming van de overheid. Maar dat is tenminste toch wel wat. Dan wel, als het wel bewezen kan worden, dan wordt er een volledige schadevergoeding betaald. En die is op dit moment zo'n 65.000 euro. Ik ben een stuk wijzer geworden, maar ook een stuk ongeruster. Want wat moet ik nou met mijn asbestplaten? Ik heb navraag gedaan bij een bedrijf hier in de buurt. Want moeten hier nou ook mannen met witte pakken langskomen? En wie bepaalt dat eigenlijk? Het hele asbestsaneringstraject in Nederland dat start met het bepalen van het risico. In Nederland hebben we drie risico's, risicoklasse 1, 2 en 2a. Risicoklasse 1 dat is ooit in het leven geroepen voor producten die sporadisch werden gesaneerd met een heel laag risico. De technische uitleg daarbij is dat als je een product saneert en wat je ook doet, hoe grof je het ook doet, maar de concentratie vezels blijft in alle tijden onder de door de wetgever bepaalde grenswaarden, ja, dan is er eigenlijk geen risico en dan is het risicoklasse 1. Als je tijdens de sanering wel boven die grenswaarden uit kan komen, dan is het een risicoklasse 2 en als het amfibol asbest betreft is het een 2a. In de praktijk zie je dat risicoklasse 1 saneringen kunnen worden gedaan door ZZP'ers, door schilders of door kleine aannemers. Risicoklasse 2 en 2a saneringen moeten vanuit het risico altijd worden uitgevoerd door daartoe bevoegde partijen. Dat zijn gecertificeerde aannemers en dat zijn laboratoria die daarvoor geaccrediteerd zijn en die beoordelen achteraf of het weer veilig is. Risicoklasse 1 saneringen, weinig controle, weinig borging, mogen door bijna iedereen uitgevoerd worden. Risicoklasse 2 en 2a zijn echt voorbehouden aan professionele bedrijven die goed opgeleid zijn, goed gecontroleerd worden en veel borgingsmechanismen kennen. Om goed te snappen wat dat betekent, moet ik het in het echt zien. Elke sanering begint met een gecertificeerd inventarisatiebureau dat bepaalt of er asbest aanwezig is en in welke risicoklasse het valt. Dit is de sanering van een oud ketelhuis in risicoklasse 2. Daarvoor komt er een deskundig asbestverwijderaar, een DAV. En bij het werk is ook altijd een deskundig toezichthouder asbestverwijdering aanwezig, een DTA. Er wordt een douche-unit geplaatst en er ligt van alles klaar. En dan begint het. Pak aan, masker op, handschoenen aan, tape om de laarzen en dan naar binnen in het ketelhuis. Dat is helemaal afgeschermd, zodat er geen asbestvezels naar buiten kunnen komen. In dit geval moet er een asbestkoord verwijderd worden. De asbestverwijderaar gebruikt een asbeststofzuiger om eventuele vezels direct af te zuigen. Het koord gaat in een plastic zak, die wordt dichtgetaped. Dan wordt alles nog eens grondig schoongemaakt. Met een lamp wordt een visuele inspectie gedaan om te kijken of echt alles schoon is. Dan gaat hij de zogenaamde vuile ruimte in. Het asbest wordt afgevoerd en hij gaat onder de douche. Schoon zet je ondergoed aan en de klus is klaar. Vervolgens komt er een analist van een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium voor een eindcontrole. Ook voor hem een pak en een masker. Hij controleert de ruimte zorgvuldig op asbestrestanten en doet een luchtmeting. In de bus heeft hij een mobiel laboratorium waar hij de pompen naartoe brengt. De filters uit de pompen gaat hij analyseren om te kijken hoeveel asbestvezels er nog in de lucht zaten. Ja, dat hoort u goed. Er kunnen nog vezels in de lucht zitten. Daarvoor hebben we een grenswaarde afgesproken. Er mogen maximaal 2000 vezels in een kubieke meter lucht zitten. Oftewel maximaal 2 vezels per liter ingeademde lucht. Dat is het risico dat we in ons land accepteren. Als de grenswaarde in orde is, wordt de ruimte vrijgegeven. Zo, dat zijn geen halve maatregelen als je dat zo ziet bij een sanering in risicoklasse 2 of 2a. Veiligheid boven alles natuurlijk, maar je hoort ook vaak zeggen dat het niet per se zo hoeft. Laatst was er nog een item op televisie. Kijk maar. Dit is de asbesthoudende vensterbank. In deze vensterbank zit 10 tot 15% gyzotiel. Dat noemen we witte asbest.
In Nederland moeten we die vensterbanken saneren onder risicoklasse 2. Ik weet nog niet wat het zou kosten om mijn asbestplaat te verwijderen. En ik heb natuurlijk maar één huis. Ik kan me voorstellen dat het flink in de papieren loopt. En wat als je een woningbouwvereniging bent? Je hebt talloze panden met asbest erin. Bij EDES, de branchevereniging van woningcorporaties, zouden ze daarom graag zien dat de regels worden aangepast. Bij ons staat ook veiligheid voorop, hè? Geen misverstand. En dat is ook waar het stelsel omheen georganiseerd is. Maar we hebben in het stelsel risicoklasse 2 en risicoklasse 1. En we zien dat er nauwelijks afschaling plaatsvindt naar 1. Nou, de vraag is dan waarom. En er zijn een aantal toepassingen waarvan wij weten en ook onderzoek aanwezig is waar het risico laag is en wat in principe naar risicoklasse 1 zou kunnen. We hebben het over de vensterbanken, we hebben het over beglazingskit en over gevelpanelen. En dat is waar wij bezwaar tegen hebben, dat die procedure stropig is, dat er wat weerstand is institutioneel om dat te doen. En dat begrijpen we niet, want als het een laag risico is, dan moet het ook in risicoklasse 1 kunnen worden geplaatst. Dat zou de corporaties tientallen miljoenen euro's per jaar besparen. Maar hoe denken ze over andere regels bij Veras, de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven? Wij vinden het erg van belang dat juist ook bij dat soort type van asbestbronnen, bijvoorbeeld vensterbanken, dat ook in het gecertificeerde stelsel plaatsvindt. Zodat geborgd is dat die maatregelen goed worden getroffen. Het hoeft niet strenger dan nodig. Dus op het moment dat asbestbronnen kunnen worden weggehaald door het treffen van maatregelen en dat je daardoor geen masker meer nodig hebt, dan zijn we daar direct voorstander van. Alleen juist in die situaties is heel erg van belang dat geborgd is dat bedrijven deskundig zijn, zodat dat werk ook veilig en gezond wordt uitgevoerd voor de werknemers. De FNV is mordicus tegen een versoepeling van het regime. De vakbond is bang dat de veiligheid van de werknemers die de asbest verwijderen in het geding komt. Alles wat ingewikkeld is, daar moet je ten alle tijde proberen te kijken of je dat niet minder ingewikkeld kunt maken. Maar dat mag nooit ten koste van de veiligheid gaan. Gelukkig de meerderheid van de asbestverwijderaars pakken hun werk serieus op. Die zijn ook serieus bezig met het onderwerp. En die willen hun werknemers helemaal niet opzettelijk ziek maken. Maar er zitten ook bedrijven bij die het niet zo nauw nemen met die gezondheid van die werknemers. Tja, voor de ene partij telt alleen de veiligheid. Maar voor anderen gaat het ook om de werkbaarheid in de praktijk en uiteraard om de kosten. Maar de discussie gaat ook steeds over de regels, over het systeem. Hoe zit dat nou precies en moet daar niet wat veranderen? Ik ga het vragen aan Elrie Bakker. Zij is voorzitter van Assert en dat is een organisatie waar je niet omheen kunt. Assert is een stichting die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven is geroepen om te bevorderen dat asbest veilig wordt verwijderd. Zo zijn er wettelijke eisen waar je aan moet voldoen en die zijn vastgelegd in certificaten. Assert overlegt met de stakeholders in het werkveld asbest en doet vervolgens voorstellen aan het ministerie. Het ministerie beslist uiteindelijk welke eisen er worden gesteld aan het werken met asbest. Er is nu kritiek, het systeem is eigenlijk te rigide. Er vallen saneringen in risicoklasse 2 die eigenlijk best in 1 zouden kunnen vallen en daardoor veel goedkoper zouden kunnen worden uitgevoerd. Waarom is dat zo? Ja, nou, ik onderschrijf dat het systeem rigide is. Het is eigenlijk of zwart of wit in het hele systeem. We hebben maar 2 risicoklassen. Bij de ene hoef je niet gecertificeerd te zijn en kan je werkzaamheden verrichten die niet onder toezicht staan en dus ook nog wel steeds met asbestverwijdering te maken hebben. En bij het andere gaan eigenlijk alle registers open en moet je aan alle regels voldoen en moet je aan alle maatregelen voldoen om goed asbest te kunnen verwijderen. Dat is de situatie nu. Vindt u dat wenselijk dat het zo is? Zou het moeten veranderen? Ja, wij zijn er erg voor dat dat verandert, omdat wij vinden dat het eigenlijk het risico leidend moet zijn en niet de risicoklasse. Dus wij vinden dat dat veel gedifferentieerder moet en dat je veel meer moet kijken naar wat is de activiteit, met welke methode kun je dat uitvoeren en welke regels gelden daar dan voor. Het zijn nog meer regels, nog meer certificeringen. Ja, je kunt zeggen nog meer certificaten. Wij zien het zo van of je bent bijvoorbeeld als bedrijf algemeen gecertificeerd. Je kunt alle werkzaamheden uitvoeren die met asbest te maken hebben. Maar je zou natuurlijk ook met simpeler certificaten kunnen werken of met deelcertificaten kunnen werken waarbij je bijvoorbeeld een schilder vensterbanken kan verwijderen of waarbij een kleine aannemer ook kleine werkzaamheden kan doen. Dus je zou het juist veel meer kunnen differentiëren en veel meer kunnen verbreden en op die manier ook veel toegankelijker kunnen maken. Oké, dus soms kan asbest saneren minder ingewikkeld dan we het nu doen. En dus goedkoper. Maar wat als ik het nou zelf doe?
met een mannetje, dan kost het helemaal niks meer. Is er eigenlijk iemand die dat controleert? De inspectie SZW controleert of werknemers in de asbestbrand gezond en veilig kunnen werken. Dat doen we met een speciaal asbestteam. Jaarlijks gemiddeld 600 controles met het team. Daarnaast zijn alle onze inspecteurs opgeleid om asbest te herkennen en ook signalen door te geven aan dit team. En we werken samen op basis van een convenant met de omgevingsdiensten, zodat we ook daar de krachten kunnen bundelen. We controleren de gecertificeerde asbestbranche. Wat we aantreffen is ook illegale asbestsanering. Dat treden we natuurlijk op en dan werken we ook samen met de omgevingsdiensten weer, maar ook met het Openbaar Ministerie. We hebben ook regelmatig overleg met z'n drieën om te kijken wat kunnen we doen om illegale asbestsaneringen tegen te gaan. Er zijn dus verschillende inspecties door verschillende instanties. En dat maakt het voor bedrijven soms wel lastig. De achterliggende jaren is er echt een toenemende aandacht van meerdere overheidsinstanties op de asbestverwijderingsbranche. En het komt voordat op één dag een asbestsaneringslocatie wordt bezocht door 3 of 4 verschillende instanties. De omgevingsdienst, inspectie SZW, de certificatieinstellingen, die ook nog eens een keer verschillende opvattingen hebben over regels. Ja, daar worden onze bedrijven soms behoorlijk moe van. En daar kunnen we echt wel punten verbeteren. Dat is het hele stelsel van rond asbest. Er is natuurlijk een verantwoordelijkheid die in feite vanuit het bedrijfsleven wordt ingevuld. En er is een verantwoordelijkheid van de toezichthouders vanuit de overheid. Daar zit natuurlijk een rolverdeling in. Die zou best nog wel eens wat scherper kunnen worden gedefinieerd. En het zou best zo kunnen dat zo'n certificerende instelling, zoals dat heet, vanuit het bedrijfsleven, dat die op moment A komt en de toezichthouder van ISZW op moment B. Het zou ook zo kunnen zijn dat die certificerende instelling zegt, ik heb iets gezien, dat vind ik toch nodig dat de inspecteur van ISZW of van een omgevingsdienst komt. En dan is het heel logisch dat ze achter elkaar komen. Dus zo'n geluid, dat moet je echt eventjes goed duiden om te weten of het wel of niet een probleem is. Ik heb inmiddels wel door dat asbestsanering een kostbare en complexe aangelegenheid is. Het is een heleboel spelers en tegenstrijdige belangen. Dus ik vraag me zo langzamerhand af of dat asbeststelsel wel deugt. Het stelsel functioneert niet goed. De slager keurt zijn eigen vlees. Innovaties worden niet of nauwelijks toegelaten tot de markt. En de overheid staat te veel op afstand. En zou, als het zo'n gevaarlijke stof is wat we met elkaar allemaal vinden, zou het echt een stevige rol moeten pakken in dit verhaal. Wij zijn als branchevereniging en als vertegenwoordiger van de bedrijven en de mensen die het echt moeten doen, zijn wij wel van de nuance. En de nuance is dat we een stelsel hebben staan wat op zichzelf genomen borgt dat asbest veilig en gezond wordt verwijderd. Maar binnen dat stelsel, binnen die regels, is er een aantal details wat wel moet worden aangepast of wat beter kan of wat anders kan. En daar moeten we gezamenlijk inzet plegen. Dat is beter dan telkens roepen dat we of de risico's onderschatten of dat we zijn doorgeslagen. Het stelsel is wel aan vernieuwing toe en aan innovatie toe en aan differentiatie toe en moet flexibeler zijn. Dus ik denk dat we met z'n allen wel de opdracht hebben om dat stelsel te verbeteren. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. We zullen met z'n allen aan de bak moeten, want we zijn nog lang niet van al het asbest in die woningen af. En dan staat er nog een immense klus te wachten op de asbestsector. Het asbestdakenverbod in 2024. Nou heb ik natuurlijk een paar asbestplaten onder mijn dak. Maar dit is natuurlijk de echte uitdaging. Dit is een groot boerenbedrijf in Brabant met op het dak asbestcementen platen. En zo zijn er tienduizenden. Alles bij elkaar is dat 100 miljoen vierkante meter. Dat zegt natuurlijk niet veel, maar het is ongeveer de stad Utrecht. In 2024 moeten al die asbestdaken eraf zijn. Want in 2024 is het 30 jaar geleden dat het totale asbestverbod van kracht werd. Betekent dat die asbestdaken er al minstens 30 jaar liggen dan. En na 30 jaar beginnen ze te verweren en kunnen die vezels losraken. Het is heel belangrijk dat we met elkaar een heldere deadline stellen voor het opruimen van al die asbestdaken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat na een bepaalde tijd die daken gaan verweren. En we weten nu dat die daken zo oud zijn dat ze aan die verwering toekomen. Dus moeten we met elkaar zeggen wanneer hebben wij dit probleem opgelost. Dat betekent ook namelijk dat we met z'n allen naar hetzelfde punt toewerken. Maar is het wel haalbaar? Zijn er wel genoeg saneerders om al dat werk te doen en ook veilig te doen?
We hebben als Vera's in 2015 al een paper geschreven met een aantal uitgangspunten. En een van die uitgangspunten is wel dat op het moment dat een asbestdakenverbod wordt ingesteld, en daar ziet het naar uit, dat er echt moet worden gewerkt aan een versnellingsaanpak. Want op het moment dat 2024 de datum is en de meeste dakeigenaren beslissen in 2023 om het te laten verwijderen, ja, dan is volkomen helder dat dat uitvoeringstechnisch niet haalbaar is. Dus de grote uitdaging is wel om dakeigenaren te bewegen om versneld hun asbestdak te laten saneren. Dan is het ook, dat is een voorwaarde, wil het haalbaar zijn uitvoeringstechnisch. Nou, het is onzinnig omdat we daarmee logistiek en operationeel een enorme druk op de markt leggen. En het maar zeer de vraag is of die markt dat aan kan. Nou, als dat niet zo is, dan krijg je schaarste en dan krijg je prijsopdrijving. En dat helpt allemaal niet om die daken sneller te verwijderen. Als je niets zou doen, dan zit je in 2024 met nog veel meer verweerde daken, waar je dan individueel moet bekijken, is dit nog acceptabel, ja of nee. Dus een verbod vanuit handhavingsoptiek is duidelijkheid. Als ik zie wat er in de praktijk gebeurt, verzekeraars die anticiperen hier al op, financiers, banken anticiperen hier al op. Dus het zou wel heel verstandig zijn vanuit die optiek om nu te zeggen, laten we dat ook helder maken, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Ik ben heel wat wijzer geworden op deze zoektocht. Ik weet nu wat asbest is, ik weet hoe gevaarlijk het is, ik weet hoe complex de regelgeving is en ik weet hoe groot de belangen in ons land zijn. Maar waar ik vooral van geschrokken ben, is de situatie in het buitenland. Op veel plekken wordt nog steeds asbest gewonnen en gebruikt. Weet je nog die beelden? Helemaal aan het begin uit Rusland. Ik kwam deze video tegen van een jonge vent die voor dat bedrijf een vlog maakt. Asbest бывает двух видов: амфиболовый и хризотил. Между прочим, шифер, всеми известный, делается на основе хризотила, который совершенно безвреден для человека. И чтобы более подробно разобраться, что представляет из себя этот минерал, мы решили встретиться с начальником производственно-технического отдела комбината «Уралазбест» Василием Анатольевичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Всегда приятно задать вопрос специалисту. Dit vind ik echt schokkend. Kunnen we die jongen en al die mensen daar niet gaan vertellen hoe het werkelijk zit? Ik denk dat als je het echt op globaal niveau zal bekijken, dan zouden we misschien zelfs andere keuzes kunnen maken. In Nederland hebben we de welvaart. We besteden 1,5 miljard per jaar aan het veilig maken van onze leefomgeving. Als we die 1,5 miljard niet zouden uitgeven, dan denk ik dat we in Nederland op lange termijn een paar honderd tot een aantal duizenden extra asbestslachtoffers zullen krijgen. Dat is hard, dat is vervelend. Maar als je dat afzet tegen het spenderen van 1,5 miljard aan voorlichting in bijvoorbeeld India, ja, dan zal dat vele tienduizenden levens op lange termijn gaan schelen. Dus als je het op zo'n maatschappelijk niveau zou bekijken, dan zou dit de keuze zijn. Uiteraard gaan we dat nooit doen. We willen veiligheid voor de mensen in Nederland. Dat is waar we dagelijks bij betrokken zijn. Dat is waar de overheid zich op concentreert. Dus natuurlijk is het geen oproep om te stoppen in Nederland met asbest verwijderen. Die 1,5 miljard moeten we goed benutten. We moeten zorgen dat het een veilige leefomgeving is in Nederland. Maar laten we alsjeblieft een stuk van de kennis van de afgelopen 25 jaar gaan gebruiken om andere landen voorlichting te geven, uitleg te gaan geven, om te voorkomen dat zij eenzelfde soort probleem creëren over 30, 40 jaar als dat wij in Nederland 30, 40 jaar geleden zelf hebben gecreëerd. Ik vind het een mooi idee en als wij dan hier werken aan een verbetering van het systeem, aan meer veilige saneringen en een oplossing voor die asbestdaken, dan zijn wij hier in Nederland op de goede weg. En dan wil je natuurlijk weten hoe het met mijn asbestplaten moet. Nou, ik heb navraag gedaan, ze mogen blijven zitten en dat is ook precies wat ik ga doen.